Sla je boekje open op bladzijde 2. Bij deze opdracht is het belangrijk dat je vooral heel erg goed leest. Ik doe een stukje met jullie samen. Bovenaan zie je staan driehoek draaien. De lijn tussen A en B noem je lijn AB. Dus dat is deze lijn. Op de lijn AB van het driehoek ligt het punt A1. Kijk, dat is dus hier. A1 ligt 1 centimeter van A af. Dus dit stukje is 1 centimeter. Het punt is al getekend. Teken nu het punt B1. B1 ligt op de lijn BC, dus dat is deze lijn, 1 centimeter van B af. Schrijf bij dit punt B1. Dus dat moet ongeveer hier zijn. Dus je moet hier een lineaal voor gebruiken om het even te berekenen. C1 ligt op de lijn AC. Dat is dus die lijn, maar dan weer 1 centimeter van C af. Teken dit punt en schrijf er C1 bij. Teken nu een lijn van A1 naar B1, dan een lijn van B1 naar C1 en dan van C1 naar A1. Dat zijn dus de nieuwe punten die je hebt getekend. Dan krijg je een nieuwe driehoek. Teken nu op dezelfde manier een driehoek in die nieuwe driehoek. Kijk, daaronder zie je precies hoe je dat moet doen. Het is belangrijk dat je heel goed leest en dan kom je eruit. Daarna, als je daarmee klaar bent, ga je het op dezelfde manier doen, maar dan daaronder bij een vierkant. Dus lees goed.